Op de avond van maandag 6 maart 2023 wordt een groep van 4 jongens van 16 jaar en 1 van 18 met geweld gearresteerd door de politie. Dus toen keek ik omhoog en toen schreeuwde de agent dat ik gelijk met mijn hoofd naar beneden moest liggen. Dat ik anders kogel door mijn hoofd kreeg. Dat kan echt gezien worden als een bedreiging met de dood. Het had in 1 seconde anders kunnen lopen. En dan had ik misschien hier niet gezeten, maar had ik mijn zoon moeten begraven. Eenmaal aangekomen in het bureau zijn ze verhoord, zonder dat hun ouders erbij bij zijn. Tijdens het fouilleren vragen 2 van de jongens waarvoor ze gearresteerd worden. Ze krijgen het antwoord, dat hoor je later wel. Op de vraag waarom er geen excuses zijn gemaakt, antwoordt de politie dat ze met de jongens uitgebreid hebben besproken dat ze de verkeerde jongens hebben aangehouden. Het woord excuses neemt de politie daarbij niet in de mond.